Hallo allemaal. Uh, vandaag gaan we even verder met uh, dekolonisatie in koude oorlog in Vietnam. Um, vandaag staat de Amerikaanse oorlog. Um, gaan, we, gaan we langslopen uh, van 1965 tot, uh, tot 1975. Hey, dit is weer even de, de, het overzicht en uh, het gaat uiteindelijk om, om deze fase, dus de Amerikaanse oorlog. Ze dus waren gebleven bij het uh, Tonkin-incident en dat de eerste Amerikaanse troepen uh, daarbij uh, bij betrokken waren. landingen uh, landing in Da Nang onder president Johnson. En daarna gaan we eens even kijken hoe die, uh, die oorlog verlopen is en hoe de Amerikanen uiteindelijk die oorlog dus verloren hebben. Nou, hier zie je dat, twee presidenten. Johnson 1963 tot 1969. Lyndon B. Johnson, uh, Democraat. En Richard Nixon 1969 tot 1974, en Republikein. Het zijn links en rechts. After years of sending advisors, supplies and military assets to combat insurgency in South Vietnam. De United States decides to commit ground troops to guard its bases and personnel from rising guerrilla activity. Nou, dit is uh, zeg maar een openingsfilmpje van de, uh, waar uiteindelijk zeg maar de Amerikaanse troepen. Hè, nadat het uh, Tonkin-incident uiteindelijk uh, in Da Nang landen. Uh, uh, en uiteindelijk dus, uh, dat die oorlog dus uh, begint. Uh, nou, dat kan je in de presentatie, in de prezie, kun je dat verder wel bekijken. Daar ga ik nu even niet uh, bij stilstaan. Ik zal de link er even bij zetten. Um, als we het over de oorlog hebben, dan is het uh, wat ik hier ga bespreken, met name zeg maar het militaire conflict. De binnenlandse Amerikaanse context, die kom ik, uh, ga ik even de volgende keer apart even behandelen. Anders wordt het wel een hele lange en gecompliceerde zaak, wat het natuurlijk ook wel is, maar het is wel handig om die even apart te doen. En ik uh, refereer er straks uh, als ik het over Ted heb, uh, wel even zeilings aan. Nou, het is belangrijk om even te weten dat er eigenlijk twee fases zijn in die oorlog. De eerste fase onder Johnson van 1965 tot 1968. Dan denkt Amerika echt nog die oorlog te kunnen winnen. Dan komt het Tet Offensief in 1968, en dat is echt een keerpunt in de oorlog, eh, waardoor de Amerikaanse politici en bevolking beseft dat ze die oorlog niet kunnen winnen. En dan komen we bij de tweede fase aan, van 1969 tot 1975. En dat is wanneer, ja, dat is eigenlijk één grote lange periode. Waarin Nixon poogt, een poging doet om uiteindelijk zeg maar, Amerika op een eervolle manier, voor hun dan in ieder geval, zich terug te trekken. Dus al die ellende, die doden, noem maar op, die kosten die het met zich meebrengt, dat is eigenlijk alleen maar om Amerika van gezichtsverlies te, te behoeden. Dat is natuurlijk een hele cynische gedachte. Nou, dan gaan we eens dus even inzoomen, en dat kan mooi bij prezi, op die oorlogen. En wat ik hier gedaan heb, is de Amerikaanse strategie en de, uh, de Noord-Vietnamese, de communistische strategie naast elkaar te zetten. Ik heb de Viet Cong en Noord-Vietnam naast elkaar gezet. Het is natuurlijk Noord-Vietnam uiteindelijk die, die aan de touwtjes trekt, maar de Viet Cong vecht voornamelijk in het begin uh, die grilloorlog in Zuid-Vietnam. Vandaar dat ik ze even heb gesplitst. Uh, en ik heb zeg maar even wat verschillende niveaus proberen aan te geven, hè, hoe je naar zo'n oorlog kan kijken. En ik denk dat het dan ook wel duidelijker wordt waarom de Amerikanen die oorlog uiteindelijk verliezen. En ik ga ze dus altijd even, hè, ga ik even naar kijken. En dan gaan we uiteindelijk kijken waarom de communisten dus in het voordeel zijn. Je hebt dus aan de ene kant, kan je kijken hè, puur naar militair. Militair is gewoon een middel, hè, een oorlog is een middel om een politiek doel te bereiken. Nou, dat, is, ja, dat komt oorspronkelijk ook van een Pruisische filosoof, dit Clausewitz, maar mag je verder wel vergeten. Hè, maar dat de oorlog in principe ondergeschikt is aan politici. En de oorlog is op zichzelf nooit een doel. Hè, misschien bij fascisten, fascistische ideologieën misschien nog wel, maar in de meeste gevallen is het, dient het ergens toe. Uh, en in dit geval dus ook. Hè, uh, wat is dan het politieke doel? Nou, een communistische opstand neerslaan en dat Amerikanen geen gezichtsverlies uh, leiden. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, dus die dominotheorie, daar, daar, hè, daar komt het uiteindelijk op neer. Die mag niet werkelijkheid worden. En dus de communistische dreiging moet uh, yeah, ingedampt worden, de containmentpolitiek. En vandaar dus dat ze dus die besluiten om die mee te gaan helpen om die communistische opstand neer te gaan slaan. Nou, hoe meet je dat nou precies? Want ze, zoals we vorige keer hebben aangegeven is dat ze dus een guerrilla oorlog aan het uitvichten zijn. Maar hè, het is niet makkelijk om te bepalen... Wanneer je nou precies winst. Want je verovert geen steden. Het is niet zoals in de Tweede Wereldoorlog dat je Parijs verovert. En dat je dan op gaat doorgaat naar België. En dan door naar Nederland. En dat je de Rijn oversteekt. En noem maar op. Ja, dat is heel duidelijk dat jij dat gebied in handen hebt. En dat is bij een oorlog helemaal niet zo. Die trekken zich terug. Die gaan de jungle weer in. De steden zijn van jou. Die blijven ook van jou. Want daar ben je sterk als. Als conventioneel leger als Zuid-Vietnam, als Amerika. Maar platteland. En hè, dan is het heel onduidelijk uh, waar je nou precies zit. Sterker nog, waar, waar die communisten zitten. Sterker nog, die, hè, ze, zitten, ze weten dat ze er zitten, maar je kan ze niet vinden. En ze hebben ook inmiddels hele tunnelcomplexen gebouwd. Waarin ze uiteindelijk ook een hele steden hebben gemaakt. Hè, met fabrieken en zo. Maar ja, daar kan je ook niet bij komen. Dus hè, het is heel moeilijk om, moeilijk om te zeggen van, nou, we hebben nu dat gebied boven Saigon, is van ons. Nee, want hè, je weet niet of de communisten er werkelijk weg zijn. Hè. Ze hebben heel lang gepoogd om een, de zogenaamde ijzeren driehoek eh, onder controle te krijgen. Dat is het gebied boven Saigon. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Eh, omdat ze gewoon niet wisten waar die communisten zaten. Nou, wat blijft er dan nog over? Want je moet natuurlijk wel iets terug kunnen zeggen aan de politici in Washington. Dan ga ik alleen maar kijken naar de bodycount, naar de. naar de. je gaat lijken tellen. Um, nou, dat is natuurlijk een hele simpele, simplistische uh, strategie. Um, hè, want wanneer is nou precies. Een, uh, is, is het een. een. of niet? Hè? Het kan niet zo goed een gewone boer zijn geweest. Uh, nou, als je. als je iets. iets in nummers gaat. Uh, als je cijfers gaat eisen. van. van Soldaten nou ja, en ook politie, noem maar op. Hè. Dan gaan ze daar ook naar werken. En dan gaan ze zeggen, van, nou, stel dat er vijf in een, in een veldslag zijn omgekomen, uh, in een klein veldslagje. En dan maken ze daar natuurlijk uh, tien of twintig van. Dat staat natuurlijk veel mooier. En wie gaat dat ook controleren? Nou, dus die, 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 die cijfers die, zijn, die, die vertellen ze uiteindelijk helemaal niks. Dus die uiteindelijke winst, die er zogenaamd geboekt zou worden, dat weet je gewoon verder helemaal niet. Nou, dat is dus een heel groot probleem. En als je dan nu weer even inzoomen op die, uh, op de, uh, op die militairen. Dan, dan lijkt op het eerste gezicht dat de Amerikanen een heel groot voordeel hebben. Maar als je dan even, even net iets dichter erop gaat zitten, dan blijkt dat het ook helemaal niet zo te zijn. Kijk maar eens naar deze tank van de Amerikanen. Hè, de Amerikanen hebben natuurlijk gigantisch goed. Uh, uh, ja, enorm goede, goede technologie, maar ja, um, het is leuk dat je zo'n tank hebt om een veldslag uh, aan te gaan tegen de Sovjets in, nou, noem maar wat, in Duitsland. Hè. Mooie vlaktes, autobaans en noem maar op. Maar ja, je ziet het hier al, zo'n tank stelt niet zoveel voor als je hier zo'n jungleoorlog moet gaan uitvechten. Dus ook, die mensen blijven gewoon, soldaten blijven gewoon extreem kwetsbaar. Dus die het terrein heft. Die, dat technologische voordeel of wat de Amerikanen hebben, dus eigenlijk al gelijk op. Nou ja, en probeer dit maar eens te onderhouden. Moet je eens kijken hoe die rupsbanden er zo erbij liggen. Nou, hoe hebben ze dat dan wel proberen op te lossen? Er is geen infrastructuur in, in Vietnam. Nou, wat, dan ga je dus, maar de soldaten dus maar daarheen brengen via helikopters. Hè, de zogenaamde air mobility. Nou, dat is dus een, uh, nou, op zich een hele. Logische strategieën en ze hadden daar ook de technologie toe, maar dan zit je dus op die heuvels en dan, hè, dan heb je die heuvel dus veroverd. Maar ja, dat zegt nog helemaal niks als je er weer weggaat. zit dus de krielt straks weer van, uh, van de communisten. Hè, dus Amerikanen wonnen wel vaak al, als ze op grote schaal de de Cong of het Noord-Vietnamese leger tegenkwam, dan wonnen ze wel vaak. Uh, het ging wel vaak met, ook met veel Amerikaanse doden gepaard. Maar militair waren ze wel superieur. Maar ze wisten niet dit te behouden. Hè. Dus je was hier wel en daarna ging je weer weg naar de volgende plek waar gevochten moest worden. En dan bleek die heuvel ineens weer uh, veroverd te zijn. Nou, op papier. Was het qua manschappen, zag het er ook heel goed uit. Uh, het aanwezigheid. Het Zuid-Vietnamese leger had er een miljoen. en De Verenigde Staten hadden er 500.000. Nou, anderhalf miljoen soldaten. Nou, daar zou je toch zo'n oorlog mee moeten winnen, zou je zeggen. Nou, bij het Zuid-Vietnamese leger kan je er al een half miljoen ongeveer van aftrekken. Dat zijn zogenaamde hè, milities. Hè, dat, is, nou, dat geeft een boerengeweer. geweer. Dan ga je mezelf maar, en dan, en dan, dan moet je jezelf gaan beschermen tegen, de, tegen die guerrilla's Die veel gemotiveerder zijn, beter opgeleid en noem maar op. Nou, die, die half miljoen kan je eraf, er al afhalen. Dan blijft natuurlijk gewoon zeg maar, een soort van regulier leger over. Waar het overgroot gedeelte onderbetaald is. Uh, officieren zijn corrupt. Uh, materieel is niet goed onderhouden. Noem maar op. Ze hebben wel modern materieel van de Amerikanen. Maar nou, in ieder geval, het Vietnamese leger stelt niet zo heel veel voor. Dat wordt wel beter. Naarmate de oorlog vordert, maar nog steeds niet goed genoeg. Nou, de Verenigde Staten hebben er 500.000, um, maar ook dat is meer een papieren werkelijkheid. Um, nou, dat, dat, dat heeft er onder andere mee te maken, hè, dat je, wat je hier dus ziet: je hebt dus hè, al die UI's die. Die uh, helikopters moesten ook, natuurlijk ook allemaal uh, onderhouden worden. En, uh, 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 de, luchtmachtba de luchtmachtbasis die moest natuurlijk ook allemaal uh, bewaakt worden. Um, ja, noem maar op. Daarnaast. Ja, deze uh, zogenaamde firebases moesten uh, gebouwd worden. Uh, soldaten moesten eten hebben. Er moesten door, a, enorme administratie moesten, moesten worden bijgehouden. Nou, ja, trek er maar gerust een, een paar honderdduizend uh, soldaten vanaf. En dan hou, je, dan hou je er nog wel wat over, maar niet genoeg om die, uh, die jungles in te trekken. En uh, om dat gebied dus ook echt zeg maar, veilig te houden van de guerrilla's. Daar, daar moet je er echt wel een half miljoen gevechtssoldaten voor nodig hebben. En die hebben ze dus niet. Wat je hier dus ziet is zeg maar, onderdeel ook van die search and destroy. Um, uh, tactiek, strategie. Uh, hier zie je de, die kanonnen, dat zijn de howitzers. En die, he, die hebben zo'n cirkel van tientallen kilometers om deze basis heen. En uh, nou, binnen die cirkel kunnen de Amerikaanse soldaten dus patrouilleren en dus zeg maar veldslagen met, uh, met de Vietcong dus aangaan. He, en, en ze opereren eigenlijk ook alleen maar binnen die cirkel van zo'n zogenaamde fire base. Dus dan kan je dus, daar dus ook binnen die cirkel ook. Uh, soldaten te droppen ook met die enorme helikoptervloot die je hebt en dan zie je hier dus een, uh, een meer close-up van hier zie je dus uh, die artillerie maar ja goed hè, hier ook hier zie je dat terrein weer en voor hetzelfde geld zit daar in, in de heuvels een vet uh, strijder hè? De, wat heb je dan als je die vaarbeefers hebt en als je die uiteindelijk ook weer gaat afbreken en nergens anders weer gaat vechten dan het is zo moeilijk dus om die oorlog dus te winnen. Maar goed, die Firebase waren dus als zeg maar support, ondersteuning dus van de uh, infanterie, van de gewone soldaten in de grond, die moesten, op de grond die moesten vechten. En uh, datzelfde geldt eigenlijk ook voor de, voor de luchtmacht. Die steunen dat dus de steunen dat dus ook. En dat zie je dan ook hier. Uh, hier wordt dan het Vietnamees dorp gebombardeerd, ook met, uh, met napalm. Een is natuurlijk verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke wapenstad, dat, dat blijft allemaal op ook plakken op het lichaam. Enorme brandwonden levert dat op. Um, ook dit was een onderdeel van de, van de luchtstrategie. Uh, het, 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 het droppen van chemicals, hè? van uh, ontbladeringschemicaliën, uh, met name dus agent orange. Hè? Dus, nou ja, de de, de, de guerrilla's zaten in de jungle, dus ontzeg ze die jungle maar. Ja, het is natuurlijk eigenlijk te krankzinnig voor woorden, maar ja, dat is uiteindelijk wel wat er is gebeurd. En de gevolgen daarvan waren natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Met uh, kankerverwekkende stoffen, misvormde baby's, noem maar op. Nou, ja, het is, voor Vietnam en de Vietnamezen was dit, was dit echt een. Nou, het is eigenlijk een oorlogsmisdaad die de Amerikanen daar natuurlijk hebben, hebben begaan. Wat je hier ziet is ook uh, zogenaamde close fire support. Hè, dus dat uh, Amerikanen, dus uh, ook uh, om, hè, als, er, als er gevochten wordt, ook dichtbij hun troepen uh, steun boden. Dat was dan de zogenaamde Operatie ArcLight. En dat is zeg maar ook een ondersteunende operatie. En natuurlijk, hè, dat heb ik vorige keer ook al genoemd, Operatie Rolling Thunder. Hè, dus dat het bombarderen van de Houtje ⁇ Meer-route en van Noord-Vietnam om. De Vietcong, zeg maar, de steun vanuit Noord-Vietnam, dus te ontzeggen. En dus dat er meer bommen werden gegooid dan alle uh, voorgaande oorlogen bij elkaar. Dus inclusief ook de Tweede Wereldoorlog. Dus hè, kun je nagaan hoe groot die, uh, die, in, die campagne ook was. En, hè, want als je Europa mm, en de en, 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 uh, Pacific bij elkaar optelt als grondgebied, als en dan dat minuscule in verhouding in ieder geval, Vietnam, hè, dat is natuurlijk natuurlijk uh, zo ongelooflijk wat, uh, wat ze daar dan met dat land hebben gedaan. Maar het mag allemaal niet baten, hè? wat ik net noemde, dat is toch redelijk uh, nou, indrukwekkend, maar toch, toch lukt het dus niet om die oorlog dus te winnen, en dan ga je dus kijken naar nou, wat was, was dan de strategie van, van, de, uh, van de Vietcong, hè? dus de, de, de Amerikanen hadden die search and destroy, het opzoeken van die guerrilla strijders. Nou, hè, dus, zij voerden dus een guerrillaoorlog, Geen grote gevechten aangaan. Infiltratie ook van de dorpen. Eh, zodat je ook het hele eh, landschap beheerst. En uiteindelijk sterk genoeg worden om een doorbraak te forceren. En net zoals ze probeerden bij de Fransen. Uiteindelijk een soort van jump en fut te creëren. Eh, dat je toch, uiteindelijk moet je toch die grote veldslag aangaan. En je tegenstander uiteindelijk wel verslaan. Dus dan moet je wel die, die jungle uitkomen. En een echte confrontatie aangaan. Nou, de sterke punten van, uh, van, de, eh, van de communisten. was onder andere de AK-47, de zogenaamde Kalashnikov. Eh, daar is net een hele mooie biografie over, uh, over verschenen. Over dit, m, dit, dit, ma, deze massamoordenaar. Um, goedkoop wapen, uh, makkelijk te onderhouden. Uh, nou, deed bijna altijd. Terwijl de Amerikanen de M16 hadden die regelmatig uh, het niet deed. Ja, dus met hele, toch hele simpele technologie kan ook heel erg goed zijn in dit geval. Hier zie je trouwens een aanval van het Noord-Vietnamese leger. En hier zie je zo'n uh, Kalashnikov. Camouflage, dit is een zogenaamde tunnelcomplex. Uh, en uh, dat, dat waren gigantische gebieden waar, waar ze uiteindelijk ook uh, hele wapenfabrieken hadden, ziekenhuizen, noem maar op. En dat konden gigantische gebieden konden dat bestrijken. En hadden de Amerikanen daar dan een gedeeltje van gevonden en een gedeeltje nou ja, misschien van vernietigd, dan bleef er nog heel veel over. He, en nou ja, ga er maar eens in, in ook. He, ga er maar eens in als, als eenheid Amerikaanse soldaten. Dat, dat kon ook niet zo makkelijk. En uiteindelijk hebben ze ook de zogenaamde Tunnel Rats in het leven geroepen. Een, 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 een legereenheid met kleine Amerikaanse soldaten, die daar met een zaklamp en een pistooltje, nou dan die, uh, die tunnels leeg moesten maken. Nou, dat, ja, dat, is, dat is gewoon ook niet te doen. Dus die komt zaten wat dat betreft redelijk. Uh, nog even, even terug. Redelijk uh, zeker. Um, ik heb hier ook even kort een onderscheid gemaakt tussen uh, de Vietcong, Die hier links, dat, zie je, dat zijn zeg maar de, ja, de guerrilla's, toch iets minder goed opgeleid. Ook dat, dat varieerde ook van hele goed opgeleide guerrilla's door Noord-Vietnamezen noord -Noord -Noord opgeleid. En zeg maar ook echt van lokale dorpsmilities. Um, aan de andere kant had je ook zeg maar, het hele goede opgeleide noord vietnamese leger. Um, dus de, de zogenaamde Noord-Vietnamese Army of de People's Army of Vietnam. Uh, Volksleger van Vietnam. Uh, dat was een heel goed opgeleid leger. En die vochten naarmate de oorlog vorderde ook steeds meer mee. En die hadden ook wel degelijk ook de beschikking over hele zware wapens. Ook. Nee, dus dat, dat onderscheid hoef je op zich niet te kennen voor het examen. Maar het is op zich wel handig om even te weten. Nou. Ik denk dat het, het, grote, het, het grote verschil tussen Amerikanen en... De Vietnamezen is dat hun politieke doelstelling zo ver uit elkaar ligt. En dat, dat dat echt de grondreden is waarom de Amerikanen uiteindelijk gewoon verloren hebben. Kijk, die, die Vietnamezen vochten een, een, bijna een existentiële oorlog. He, ze wilden gewoon onafhankelijk zijn, ze wilden vrij zijn en ze wilden een, een eenheidsstaat. En Noord-Vietnam moest verenigd worden onder he, communistische leiding uiteindelijk wel. He, daar zat ook, nog een, ook ideologie zat er ook nog bij. Dat is natuurlijk iets heel anders dan als je vecht voor. Een, uh, nou ja, een, een theorie, een do de domino theorie, het containment van communisme, in een uh, Zuidoost-Aziatisch landje waar hè, voor 1965 weinig mensen nog van hadden gehoord. Hè, terwijl aan de andere kant je tegenstander vecht om hè, zijn, zijn bestaan eigenlijk. Hè. De politieke wil om te winnen is natuurlijk onder de Vietnamezen veel en veel groter dan bij de Amerikanen. Voor de Amerikanen stond er uiteindelijk niks op het spel, en dat bleek ook achteraf wel. Ja, dat is natuurlijk een hele verschrikkelijke constatering. Maar dat is wel ook de reden waarom je niet er vol in kan gaan, hè? en waarom de Vietnamezen dat wel konden doen. En dan, dat win je gewoon niet als bezetter. Ja, en voor hun was het wel degelijk. Voor de Vietkongen hadden we wel heel goed, juist wel heel goed door welke ze terrein ze aan het boeken hadden en, en uh, ze boekten. En ook dat, de, dat ze de steun van de bevolking hadden, al dan niet met geweld overigens. Want dat ging natuurlijk ook. Uh, met heel veel dwang en ook met heel veel uh, geweld ook gepaard. Ja, als je die met de Vietcong eens was, dan uh, kon je het ook wel schudden op het platteland. Nou, dan gaan we toch even naar, naar, naar die conclusie, waarom het dus uiteindelijk dus misging. Ja, dus de, we, we hebben wel geconstateerd dat de Verenigde Staten redelijk succesvol zijn. Maar dat uiteindelijk ja, de communisten toch echt in het voordeel zijn. Dat ligt dus aan het politieke doel, ja, dat het zo ver uit elkaar ligt. En dat uiteindelijk ook de steun, met name van, uh, de steun van de Vietnamese bevolking, toch echt wel lag, bij de, voornamelijk bij de communisten. Uh, Zuid-Vietnam was gewoon een, uh, een, een corrupte staat. slecht geregeerde staat, kon niet zonder Amerikaanse steun uh, overeind blijven. Uh, de, de, de president uiteindelijk na Jem, Choe, dat was ook een, uh, ook een corrupte generaal uiteindelijk. Uh, de officieren waren corrupt, het Zuid-Vietnamese leger was extreem corrupt. Nou, uh, dus dat... dat dat speelt natuurlijk ook een heel, ja, misschien ook een doorslaggevende rol. Het terrein. Is natuurlijk een groot probleem geweest. Um, en dat heft al die. Ja, het is leuk dat je al die zo'n mooie Chinook je hebt en al die jeeps en noem maar op. En dat je hele, dat je fantastisch goed leger hebt. Maar ja, moet je nou eens even kijken naar hoe dit eruit ziet. Er is hier dus geen weg. Hè? Die Chinook is nodig. En vliegtuigen zijn nodig om dit om, om, leger hier te bevoorraden. En wat heb je dan? Dan heb je die basis hier in de jungle. Nou, je kan, je kan natuurlijk donder op zeggen dat daar 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 uh, de communisten zitten. Hè? Die, die, uh, die, 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 die jaag je niet zomaar weg. Dus uh, het terrein is zeg maar de grote gelijkmaker voor de guerrilla's in dit geval. En dan kom je uiteindelijk bij de moraal uit van het leger. Dit is een uh, veldslag in 1966. De zogenaamde heuvel of heel. 484, hard omgevochten, Zoals je wel kan zien hier. En, maar dan moet je je voorstellen dat je zo'n enorme veldslag hebt geleverd. en onder dit soort omstandigheden bij de Eerste wereldoorlogachtige omstandigheden. En dat je dus daar weer wegtrekt. Dan heb je zo'n heuvel dus veroverd. Daar trek je weer weg. En het, daarna komen de communisten gewoon weer terug. En waar vecht je dan nou precies voor? Het is niet alsof er juichende burgers op je staan te wachten. die uh, met bloemen toe. Uh, Toewerpen en je omhelzen en zo. Nee, het is een, on, het is een eindeloze strijd van nou ja, dit, dit dit soort ellende. En om zeg maar, die moraal toch nog een beetje hoog te houden, draaiden de uh, Amerikaanse soldaten maar een tour of duty. Een, 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 een tour, dus dat ze uiteindelijk maar een jaar in Vietnam bleven. Dus als ze er weggingen, ging al die ervaring die ze hadden opgebouwd ging ook weer weg. Hè? Dus alleen uh, sergeants en zeg maar, de onderofficieren bleven vaak wat langer in Vietnam. En dat was zeg maar, de lijm ook van het Amerikaanse leger. Maar voor de rest was dat er niet. Hè? Dus, dus de moraal is altijd een extreem groot probleem geweest. En dat werd alleen maar erger naarmate de oorlog ook, uh, ook vorderde. Daar kom ik uh, straks nog eventjes op, uh, op terug. Nou, hoe werkt het dan in, in de praktijk? In, uh, in 1965, 1966 hadden de Noord-Vietnamezen een plan om die oorlog toch snel te gaan winnen, een soort van toch een doorbraak te forceren. Ze waren al heel sterk in het begin en ze wilden niet dat de Amerikanen, zeg maar, uh, nou, wat, uh, konden opbouwen en uiteindelijk, zeg maar, uh, terreinwinst of in ieder geval winst konden boeken. En ze wisten ook niet precies waar ze aan toe waren, dus ze, ze wilden ook die Amerikanen gaan uittesten. Dat was dus een grote actie om Vietnam in tweeën uh, te splitsen. Amerikanen waren daarvan op de hoogte en hebben uiteindelijk... Uh, Gepoogd in de zogenaamde Ia Drang-vallei om, dat zie je hier onder Pleiku, om uh, een grote vliegblazen, om, uh, om dat te gaan stoppen. Uh, ze wisten dat daar dus uh, grote, twee grote Noord-Vietnamese regimenten aankwamen. Nou, dan worden dus zeg maar, die, die, uh, die de zogenaamde Air Cavalry wordt dus gedropt. Voor die Noord-Vietnamese regimenten veel dichterbij dan ze trouwens uh, gedacht hadden. Um, dat, nou, ontstaat er een enorme veldslag. Um, die ondersteund wordt ook van die uh, firebase base die je hier zit. Die, die helpen dus uiteindelijk zeg maar, die, uh, die, die Noord-Vietnamese te bestoken. En hier zie je dus hoe die. die zie een plaatje van die veldslag, dat uiteindelijk die troepen dus die daar geland worden, dus omsingeld worden. En uiteindelijk worden ze dus met enorme bombardementen wordt zo die Noord-Vietnamese aanval afgeslagen. Uh, en is het ook een militaire overwinning trouwens, ook voor de, voor de Amerikanen. Maar dat heeft niet zo heel veel, uh, veel geschil. Daar schokken de Amerikanen ook al van. Maar ook de Noord-Vietnamezen waren toch wel onder de indruk van uh, wat. Uh, He, hoe die Amerikanen dus uh, konden vechten inderdaad. En het ging ook met hele grote noord vietnamezen verliezen, ook gepaard. En dit is zeg maar een beetje die search and destroy dus in de praktijk. He. Ze wisten dus van communistische activiteiten af. En he, dat gingen ze dus uiteindelijk ook, he, ze gingen het ook opzoeken. Ze gingen dat gevecht dus ook, uh, ook aan. In dit geval gingen de noord vietnamees het gevecht ook aan, omdat ze graag de Amerikanen ook wilden testen. Nou, ik heb hier ook weer, uh, dit is wel mooi, uh, oude beelden ook een, uh, van uh, Amerikaanse nieuwsuitzending. Je ziet Walter Cronkright. Zie je ook uh, voorbij komen. Uh, moet je in, ook nogmaals, maar dat moet je even in de prezi uh, even gaan bekijken. Het zijn hele mooie beelden. Het gaat dus in, over, uh, in op die zogenaamde slag om de Iadrane vallei. Uh, ik zal de link naar het YouTube filmpje ook even erbij zetten. Ook. Nou, dan is het, dan, 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 dan uh, vordert die oorlog dus. De Amerikanen zijn enorm groot daar in Vietnam. En uh, ze winnen eigenlijk niet. En wat er eigenlijk drie maanden voor het Tet-offensief gebeurde, is dat uh, generaal Westmoreland naar het congres ging. En generaal Westmoreland was de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Vietnam. En zei dat het eigenlijk heel goed ging. En dat die strijd binnen anderhalf jaar of zo wel gewonnen zou worden. Nou, en wat blijkt er nou drie maanden later te gebeuren, dan staat ineens heel Vietnam in brand, als de communisten ineens een verrassingsoffensief beginnen in het Vietnamese nieuwjaar, uh, Tet. En dat zie je hier op dit kaartje, zie je dat heel goed uh, terug. Het zijn dus invasies van, uh, van buitenaf, vanuit Laos en Cambodja. En wat je ook ziet, je ziet hier allemaal kruisjes. Uh, en dat zijn... Um, de steden die ook aan worden gevallen. Dus 40 steden worden ook, uh, ook aangevallen. En dat is ook nieuw. Hè? Dus dat, de steden waren eigenlijk Amerikaans-Zuid-Vietnamees gebied. Maar ook daar bleek ze dus geïnfiltreerd te zijn. En waar die generaal dus net had verkondigd dat het heel goed gaat, blijkt ineens, blijken de communisten ineens heel Vietnam in brand te kunnen zetten. Dus hè, die, dat verschil dat is natuurlijk, uh, natuurlijk enorm. Er was ook een. Uh, belegering in het noorden, bij de zogenaamde DMZ, bij de Demilitarized Zone, de gedemilitariseerde zone, de grens zeg maar, tussen Noord- en Zuid-Vietnam, het is dus een mariniersbasis, en uh, nou, de, men denkt dat Job, de Noord-Vietnamese commandant, op een daar ook een soort van nieuwe gm vuur heeft willen creëren, dat hij daar toch de Amerikanen, Amerikanen vernietigend heeft verslagen, en tegelijkertijd ook een afleiding, voor het Tet Offensief, dus dat ze ongestoord in Zuid-Vietnam konden opbouwen. Nou, onder andere dus in Saigon. En in Saigon wordt bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade wordt daar dus ingenomen. En die beelden komen dus allemaal terug naar het Amerikaanse publiek. De pers heeft daar vrije toegang toe. En uh, nou ja, de, de shock is natuurlijk enorm in Amerika, dat is onvoorstelbaar, hè, wat ze ineens verkondigd dat het toch wel goed ging, ze wisten dat het natuurlijk veel doden, met veel doden gepaard ging, maar het ging toch goed en dan ineens dit. En het meest uh, prangende was denk ik nog wel in Hue, de oude keizerlijke hoofdstad, en daar werd, heel, daar werd nog veel langer heel hard gevochten, daar hielden ze dus ook het lange stand. En nou, die stad is helemaal in puin geschoten. Moet een hele mooie stad zijn, of zijn geweest in ieder geval. Uh, maar die is uh, ja, voor een groot gedeelte ook uh, vernietigd. En met name die beelden, want je ziet dan ook: Walter Conkright is daarheen gegaan, hè, de bekende journalist. En uh, nou, die beelden hebben enorm veel indruk gemaakt op het, uh, op het Amerikaanse publiek. Ja, dus dit is dus, dus, zeg maar die belegering van Khe Sanh dat heeft een paar maanden geduurd ook ook uh, die mariniers 5000 mariniers waren ook dichtbij vernietiging dus dat een leger van rond de 25.000 zwaar bewapende Noord-Vietnamezen zaten daar omheen en dat is natuurlijk ook uh, nou ja, dat, uh, daar, die beelden van die airdrops die je ook in Chempur zag dat zie je hier dan ook in uh, in Khe Sanh gebeuren en ook die die, die wordt ook gebombardeerd en zo dus die angst voor een nieuwe Jem en Vu is natuurlijk enorm. Hè? Dat is die zeg maar waar, waar er in de Fransen in 1954 dus vernietigend werden verslagen. Hier zie je dus dat uh, een onderdeel van die basis. Nou, Ted, en hier zie je al hoe verschrikkelijk dat moet zijn geweest ook. Dat is dus een stadkerilja, geen jungle maar een stadkerilja, waarbij je. Uh, Huisje voor huisje, raampje voor raampje moet proberen om zeg maar, uh, nou ja, die stad terug te veroveren. En uiteindelijk ga je dan ook gewoon tanks inzetten, want je wil niet dat al je soldaten daar omkomen. En dan ga je gewoon die stad in puin schieten, hè? Dan bombardeer je nog liever een huis, dat er misschien communisten in zitten, dan in ieder geval dat je dan gewoon Amerikaanse doden uh, nog hebt, zeg maar. Nou, dit zijn dus bewegende beelden ook van, uh, van Keesan. Die heb ik ook ingezet. Die kan je ook vanuit Prezius even bekijken. Um, ook zeer de moeite waard. Nou, conclusie: de binnenlandse steun brok brokkelt dus af. Omdat, zeg maar, dat allemaal uh, die Amerikaanse huiskamers binnenvloeit al die ellende, ik ga daar in een volgende presentatie wat nog wat dieper op in ik ben nu echt even puur de oorlog zelf aan het, aan het beschrijven, hoe het verloop daarvan en de conclusie die je eigenlijk dan moet trekken is dat de uh, Vietcong een politieke overwinning halen hè, in, 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 voor, want voor de Amerikaanse politici en het publiek is het duidelijk van, dit gaan we niet winnen we moeten daar weg, maar het is een gigantische militaire nederlaag uiteindelijk uh, gaan sneuvelen Heel erg veel uh, Viet Cong-strijders. Het overgrote merendeel, het zijn een stuk of 40.000 die bij dat offensief zijn betrokken. En die zijn dus ook gedecimeerd. En de Viet is ook enorm verzwakt. En je ziet ook dat daarna trouwens dat de Noord-Vietnamezen die strijd ook steeds meer gaan overnemen. Ja, dus uh, er is zelfs ook wel een theorie dat het ook is gebruikt door de Noord-Vietnamezen. om zeg maar de niet-communistische elementen binnen de Viet definitief ook uit te schakelen. Maar dat kan je allemaal vergeten. Voor de VS is het natuurlijk precies het tegenovergestelde, het is een politieke nederlaag van je welste, zeker omdat de generaals beweerden dat het goed ging en de politici, eigenlijk vanaf 1965, dus de Amerikaanse bevolking is dus voorgelogen, en dat weet het Amerikaanse publiek, weet het ook, um, maar het is wel degelijk dus een militaire overwinning, dus die generaals die willen doorgaan, die willen nog meer troepen hebben om zeg maar, de strijd af te maken, um, maar dat kunnen de... Dat, kan, dat wil de Amerikaanse bevolking gewoon niet opbrengen. En terecht, denk ik. Want ja, hoeveel heb je er nodig? Een miljoen? Is dat dan genoeg? En moet je als niet, alsnog niet Noord-Vietnam gaan aanvallen? En hoe, hoe ver zijn de Noord-Vietnamesen bereid te gaan? Nou, het is aangetoond dus dat ze heel ver willen gaan. Dus um, de politie trekt denk ik een terechte conclusie van we moeten hier dus weg. Nou, dit is ook nog even wat beelden ook van. Um, dit zijn nog even wat beelden van Ted en kan je dus ook mooi, uh, mooi bekijken. Dan gaan we dus naar uh, de volgende fase in de oorlog. Richard Nixon, Tricky Dick. Tricky. Um, dan verandert er aan de Amerikaanse uh, de militaire strategie op zich niet eens zo heel veel. He, wat ze wel willen, en dat is wel belangrijk, is dat ze een eervolle vrede willen. Ze willen dus niet geassocieerd worden met een nederlaag in Vietnam. He, dus geen direct verlies van de Verenigde Staten. En ze willen de zogenaamde Vietnamisering. Ze willen dus dat het Zuid-Vietnamese leger dus veel meer die strijd gaat voeren ook. Nou, dat zie je hier dus wel terug. Dus, he, er is daar, dus je ziet dus dat er, dat er aan, die, aan zogenaamde, ja, het kader van die strijd niet zo heel veel verandert. Wat er wel verandert is, is dus zeg maar het aantal troepen. Het Zuid-Vietnamese leger wordt nog wel wat sterker. De VS neemt uiteindelijk enorm af. Maar hè, omdat je weet dus dat de politici al hebben gezegd: we kunnen die oorlog eigenlijk niet meer winnen, zie je dat de moraal nog veel verder afneemt. Hè. Dus de, 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 er wordt veel meer nog gedeserteerd. Hè. Dus dat, zeg, dat, dat is gewoon. Uh, Weggaan, hè? dat is gewoon de vluchten. Uh, drugsgebruik neemt enorm toe. Uh, de zogenaamde fragging incidenten nemen enorm in toe. fragging is dat je een frag grenade, een, een granaat, gooit en uh, dan per ongeluk je officier raakt. Hè? Want uh, als je een incompetente officier had, kon je dat uit, uh, je leven kosten. Dus wat doe je? Dan zorg je gewoon dat, dat die officier er niet meer is. En die, die werd dus vermoord. Dat is het zogenaamde fragging. En al dit soort dingen wezen erop dus dat de moraal van, de, van het Amerikaanse leger echt op een, op een dieptepunt was. Um, wat er nog wel op zich anders is, is dat, uh, dat Nixon nog geprobeerd heeft om, zeg maar, nog, om in Cambodja nog, ook in het noorden, maar ook in het zuiden, um, geprobeerd heeft om uh, die aanvoerroutes toch nog, uh, die basis van de... Viet uh, uit te schakelen. Nou, dat is uh, geen uh, heel groot succes uh, geweest. Soms wel, soms niet. Maar nee, het heeft, heeft geen, hè, geen Het was niet van doorslaggevend uh, belang. Dus dat is uiteindelijk verder niet, uh, niet gelukt, die, uh, die oorlog. En dat was ook heel erg omstreden, omdat dan de oorlog, zeg maar, nog verder werd, werd, uh, werd uitgebreid. Um, en uiteindelijk was er dus uiteindelijk alles op gericht om deze twee dingen dus te bereiken. Uiteindelijk dus om een eervolle vrede dus te bereiken. Nou, de strategie van de noord vietnamezen verandert dan geleidelijk. Hè? Naarmate de Amerikaanse troepen zich terugtrekken en uiteindelijk in 1972 zich helemaal terugtrekken. Dan zie je dat het van infiltratie via de Ho Chi Minh route echt naar een invasie overgaat. Hè? Er zijn twee hele grote invasies geweest en die van 1975 lukt uiteindelijk. En van een guerrilla oorlog naar een conventionele oorlog. Naar een wat meer normalere oorlog zeg maar. Uiteindelijk moet je het land natuurlijk wel... Vooral overeen. Je ziet ook dus dat de People's Army of Vietnam, het Noord-Vietnamese leger, dus uiteindelijk zeg maar, ook steeds een steeds een grotere rol op zich gaat nemen. En, en dit is dan de inval in, uh, in Saigon, dat ze Saigon innemen. En dat gebeurt dus ook met tanks en met zwaar bewapende troepen ook. En hier zie je dus ook uh, Noord-Vietnamese artillerie. Hè? Die gaan dan echt tegen het Zuid-Vietnamese leger vechten in grotere veldslagen. En die winnen ze uiteindelijk ook. Hè? met het politieke doel om. Die eenheid en die onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Nou, en het Zuid-Vietnamese leger had geen ander doel dan het regime steunen, wat corrupt was. Nou, en daar wil je uiteindelijk natuurlijk niet voor gaan, gaan sterven. Dan is er weer ook in, in deze fase ook een, een soort van keerpunt, en dat is 1972. Dan bereiken ze uiteindelijk in begin 73 wat ze willen hebben. Dat er vredesakkoorden komen en dat Amerika zich aan die oorlog min of meer kan onttrekken. Maar dat ging natuurlijk niet zomaar, want die Noord-Vietnamezen waren aan de winnende hand en wilden gewoon ook doorvechten. Dus Nixon had eigenlijk op twee, twee punten bedacht: van hier op deze manier kan ik dat wel bereiken. Dus bombarderen, bombardementen opvoeren op Noord-Vietnam. En de druk ook opvoeren vanuit China en de Sovjet-Unie naar Noord-Vietnam toe. En een toezegging dat ze. Zich minder met conflict gingen bemoeien zodat de VS meer de vrije hand krijgen. Ja, dus bombardementen. Dit zijn de zogenaamde. Een uh, cartoon over de kerstbombardementen. Uh, what do you mean? It doesn't seem very. Uh, a very Christmassy thing to do. They don't have Christmas. Ja, ze hebben helemaal geen kerst, dus wat maakt het allemaal uit? Ja, maar uh, uiteindelijk wilde. Hier ziet er nog één. Nixon bereiken dat. dat dat, dat, dat Noord-Vietnamese dachten dat hij een mad dog was, een dolle hond die tot alles toe in staat was. Believe me, it hurts me. This hurts me much, as much as it hurts you. Nou ja, dat betwijfel ik, maar hè, dus, uh, uiteindelijk mocht hij dus Hanoi en Haiphong ook gaan bombarderen. Hanoi, de hoofdstad van Noord-Vietnam, en Haiphong, de grote havenstad van, uh, van Noord-Vietnam. Hoe bereikte hij dat dan? via de zogenaamde driehoekse diplomatie. Um, daarvoor was nodig dat hij uiteindelijk zeg maar China en de Sovjet-Unie tegen elkaar uitspeelde. Die heb ik hier ook in dit schema ook als uh, tegen, tegenover elkaar staan. Uiteindelijk is Nixon dus hier zie je hem bij Mao naar China gaan. En dat was ook de zogenaamde détente, de ontspanning uh, met de Sovjet-Unie ten opzichte van de Sovjet-Unie. Hier zie je hem Nixon en Brezhnev, de Sovjet-leider. En hier zie je dat dus, dus een toenadering naar China toe, een toenadering naar de Sovjet-Unie. En dit waren natuurlijk ook grote tegenstanders van elkaar. Ze hebben ook wat kleine grensoorlogen uitgevochten en ze hadden ook een ideologisch verschil. En ook wie wordt de leider van de communisten in de derde wereld. En het grappige is vaak alsof het, ja, of het tragisch is: dat hoe dichter mensen of dichter groeperingen ook bij elkaar staan, hoe meer ze elkaar ook naar het leven staan. En dat zie je ook bij protestanten en katholieken, of protestanten onderling. Of Soenieten en Shiiten, het zijn natuurlijk allemaal, hè. Dat is allemaal van hetzelfde geloof, maar uiteindelijk ook weer net niet. Dus is dat, zijn dat de grootste afvalligen. Nou, dat geldt ook een beetje binnen de communistische wereld. Hier ook in Nederland had je ook Maoïsten en Stalinisten, en nou ja, noem maar op. Allemaal van die splintergroeperingen die elkaar uh, met, met geschriften uh, de kop insloegen, zeg maar. Nou, dat lukt uiteindelijk wel. Hè. Dus, uh, dat, dat, uh, die, uh, die ontspanning naar die twee uh, communistische landen. Uh, die hebben dus een meer hands-off approach. Die, die, uh, die geven zeg maar, Amerika meer de vrije hand. En gaan zelf ook druk uitoefenen op Noord-Vietnam. Om uiteindelijk zeg maar, dat, dat ze naar die onderhandelingstafel komen. En uiteindelijk met, zeg maar, met die kerstbombardementen. Als uh, ja, tragisch dieptepunt. Maar het lukt uiteindelijk wel. Om dus die onderhandelingen in Parijs tot een goed einde te brengen. De zogenaamde Parijse vredesakkoorden hè, met uh, Leduc Tho aan Noord-Vietnamese kant en Kissinger aan Amerikaanse kant. En Het rare is natuurlijk dat Zuid-Vietnam eigenlijk helemaal niet bij die onderhandelingen betrokken was. Ja, dus het, uiteindelijk is dat een akkoord tussen de Amerikanen en de Noord-Vietnamese is dat, uh, dat geweest. Nou, in 1975, hè, dus als in drie, begin 73 dat akkoord is getekend, dan uh, wordt het een oorlog tussen uh, Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam. Met natuurlijk een hele grote steun nog van Amerika aan Zuid-Vietnam. Maar ja, dat, 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 dat Noord-Vietnamese leger is gewoon veel sterker, veel gemotiveerder. Een gedisciplineerde staat. Uh, en enorm veel ervaring. Nou ja, noem maar op. Hè, allemaal dingen aan te wijzen. En dit is zeg maar een, een conventionele invasie. Dit is gewoon een. Een, tussen aanhalingstekens, normale oorlog die uiteindelijk dus door Noord-Vietnam wordt gewonnen. En hier zie je dus de omsingeling van Saigon. En dan uh, eindigen we eigenlijk met die, uh, met die beelden van uh, de verovering van uh, Saigon door Noord-Vietnam. En daar, ook daar zitten wat uh, beelden bij uh, van YouTube, BBC News. Uh, waarin je uiteindelijk zeg maar, die, uh, die beelden van de Amerikaanse ambassade ziet. Die bestormd wordt door mensen die weg willen. Uh, die carriers, die, uh, die aircraft carriers, die voor de vliegtuigschepen, vlieg vlieg die voor de kust liggen. Die, uh, waar allemaal zuid vietnamezen heen vliegen. Zodat er uiteindelijk ook helikopters allemaal overboord moeten worden gegooid. Nou, dat is ook een hele indringende beelden ook. Kan, moet je ook vooral even kijken. En dat is dus het einde van de oorlog. En dan verliest Amerika dus niet direct die oorlog, Zuid-Chinaam verliest die oorlog en Amerika hoeft dus niet nou, op papier dan zeg maar met die oorlog geassocieerd worden en Nixon is dan trouwens natuurlijk ook al weg door het, door het Watergate schandaal. En dat is het einde van de, van de oorlog, dat een enorme tragische misrekening is geweest van de Amerikanen met allemaal momenten tussenin waarvan je in de jaren 60, onder Kennedy, met onder andere, uh, waar ook in is geadviseerd dat ze het niet hadden moeten doen. En dan in 1965 en dan tien jaar later in 1975, als je dan de balans opmaakt voor de Vietnamezen zelf, met, nou, met misschien wel twee miljoen doden en Amerikaanse kant, uh, 55.000 uh, jongens uit Arkansas en Mississippi en Tennessee, nou, noem maar op waar ze allemaal vandaan kwamen, arbeidersjongens, ook boerenjongens, die daar helemaal niks te zoeken hadden. Het is natuurlijk heel tragisch en uh, ik kijk vooral nog even naar dat filmpje. beyond that the communists were waiting on <tie> Saigon. And they did people fleet Helikopters die uiteindelijk dus. South Vietnamese pilots had commandeered them fight. and had flown themselves and their families out from right under the noses of the communist army. They joined the ranks of refugees aboard, but there was no room for their machines on deck, and so millions of dollars worth of helicopters were simply pushed overboard. The North Vietnamese Army entered Saigon just as they'd planned on May Day. Their journey had taken over 30 years, 10,000 days. En those of the world's press left behind in the city witness the triumphant arrival. This is a, a historic moment. The arrival. Uh, wat ze net noemden. 10.000 Daagse Oorlog. De uh, 10.000 Day Wars. Een hele goede documentaire ook. Kan ik jullie uh, ook van harte aanraden. Het is, uh, het is bij elkaar wel geloof ik 11 uur. duurt die. Uh, maar daar leer je ook heel veel van. Uh, Battlefield Vietnam is ook een hele goede. Uh, documentaire, iets meer militair van, uh, van karakter. Um, nou, en er zijn natuurlijk nog genoeg films die je kunt kijken, maar dit is in ieder geval even zeg maar, het tragische einde. En het triomfantelijke uh, einde voor de Vietnamezen, het tragische einde voor de Amerikanen. En uh, het einde van een hele tragische oorlog. Daarnaast uh, wil ik de volgende keer, dat heb ik dit keer niet gedaan, ook nog even ingaan, zeg maar meer op de Amerikaanse dynamiek, binnenlandse dynamiek van die oorlog. En dat doe ik even in een uh, volgende presentatie.